Op het WK is het een rustdag, maar er is ander voetbalnieuws. Want de Jupiler League heeft een nieuwe naamsponsor. De eerste divisie heet vanaf 1 juli de Keukenkampioendivisie. Het keukenbedrijf tekende een sponsorcontract voor minimaal 3 jaar. En Peter Blanchet stopt vroegtijdig bij de KNVB. Blanchet trad vorig jaar in dienst als prestatie- en innovatiemanager, maar de KNVB laat weten een andere kant op te willen met deze functie. En Tom Jelte Slachter is door zijn ploeg Dimension Data toegevoegd aan de definitieve selectie voor de Tour de France. Het is voor de 28-jarige Groninger zijn 3e toerdeelname. In 2014 en 2016 deed hij ook mee. En Arantxa Rus heeft loeizwaar geloot voor Wimbledon. Ze moet het in de eerste ronde opnemen tegen Serena Williams. Williams heeft Wimbledon al 7 keer gewonnen. Ze hebben elkaar overigens nog nooit eerder getroffen. En dan nu de poll. Bij de wedstrijd Frankrijk-Argentinië is Frankrijk overduidelijk jullie favoriet. Tot zover de sportupdate. We zijn er na 11 weer. Tot later.